Op Radio 1 is een uurtje geleden het grote lijsttrekkersdebat afgelopen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard, het was een kabbelende en vooral zeer voorspelbare uitwisseling van standpunten. Saai eigenlijk, jammer, maar we kijken er eigenlijk niet eens meer van op. En hoe anders is dat in Engeland, waar om te beginnen al in het lagerhuis de splinters van de bankjes worden gedebatteerd op niveau Oxford, Cambridge, Eton, eloquent, geestig, messcherp en vooral ook luidruchtig. Order, order, klinkt het dan vaak onmachtig namens de voorzitter John Bercow. Bercow moet ik zeggen, een unieke traditie, maar deze voorzitter van het huis heeft aan de drie grootste politieke partij een brandbrief geschreven en noemde het in de Engelse krant The Guardian orchestrated barracking, oftewel georchestreerde cacophonie. Het debat wordt te ordinair, te plat, vindt hij. Aan tafel twee liefhebbers van het Engelse debat, Felix Rottenberg en Siewert van Lienden. Het Engelse debat is voor ons iets wat wij niet snappen en waar we ook tegenop kijken omdat we het niet kunnen. Tegelijkertijd is het ook een combinatie van wat ook on-Hollands is. Het is namelijk verkapt ordinair en zeer arrogant. Tony Blair, inmiddels twee premiers geleden, die zei ook bijvoorbeeld in zijn afscheidsspeech dat hij was nooit bang. Al waren de verkiezingsuitslagen, hij zat rustig thuis op de bank met zijn kopje thee. Als hij mensen naar richting een oorlog moest sturen, ging rustig slapen. Dan moest hij naar de House of Commons op woensdagmiddag. Nou, dan was het altijd moeilijk. De onderkoning van Nederland vanaf aanstaande vrijdag, dan is boekenbal. En dan is hij een week lang bij een reizend circus, denk ik, Tommy. Ga je het hele land door. De aanleiding is uiteraard jouw boekenweekgeschenk, een mooie jonge vrouw. Ja, als je nu bescheidenheid van me verwacht, dan... Helemaal niet. Ben je aan het verkeerde adres? Zo ken ik je ook helemaal niet. Nee. Ben je in vorm? Gewoon fysiek? Ja, ik ben fit. Heb je getraind? Ik heb mijn wedstrijden gespeeld de afgelopen weken, ja. De man die staat dan 's avonds voor de spiegel met zijn mooie jonge vrouw. En dat is natuurlijk altijd een schok. Zij is... jong. Ze is 15 jaar jonger dan hij. Hij laat de dop van de tandpasta vallen en raapt het niet zo op. En dan valt alles zo naar beneden. Nee, hij gaat door zijn knieën, pakt het op en draait hem weer op en probeert er geen steunend geluid bij uit te spreken. Songwriter van Nederland. Het eerste seizoen bracht Douwe Bob en Nielsen. Het tweede seizoen kwamen daar nog winnaar Michael Prins en Maaike Oudboot erbij, die haar Dat ik je mis zelfs op de begrafenis van Prins Friso mocht zingen. Maandag sluit de inschrijving voor seizoen 3. Bij ons aan tafel 4 singer-songwriters die zich al hebben ingeschreven. En uiteraard Giel. Er zijn nu 250 inschrijvingen. Ik heb ze nog niet allemaal bekeken, omdat ik ook weet hoe singer-songwriters werken. Dus dat wordt echt last minute. Dit weekend zal iedereen inschrijven. Dus dan ga ik pas alles echt beluisteren. Maar ik heb er wel een flinke schrift in gemaakt. En een goede selectie. En nou ja, dit zijn de 4 hele goede. Get down on your knees and pray. Get down on your knees and pray. Just can't stand.